Hey luidjes. Nou, dit is Carlton Road. Zoals de hele wereld wel weet. Oh, mooi spul. Dit vind ik mooi spul, dat paarse. Daar wil ik een blouse van hebben. Kijk al die zaakjes. Maar ik kom net trouwens, dat wou ik vertellen, dat vergeet ik alweer, ik loop al weg. Hier, ja, zie je dat groene vak? Dat is Weed City. Dan ga je naar beneden en dan heb je allemaal soort koffieshopjes. Nou ja, niet koffieshopjes, maar winkeltjes zeg maar, die wiet verkopen en alles, vloer en alles. Maar luister nou, die Thai-wiet, ze hebben allemaal skunksoorten en alle soorten skunk. Maar wat gebeurt, ik ga ruiken eraan, want ik vertrouw het toch niet, weet je. Want ik weet van Monsanto, dat bedrijf wat al die zaden opkoopt. Oh, lekker partijtje. Maar hun kopen al die zaden op en die hebben het getweekt allemaal. En die wiet die stinkt, boy. Echt een hele chemische lucht erin zit eraan. Hallo, jij hebt een lucht? I don't see the style what I like so quickly. Really? They don't have them anymore. Like almost like light. But shiny, that you cannot look inside, but it's very light around to look out. Before I have, but not anymore. Old style, man. Sorry. Nou. Maar dus, het is allemaal chemische zooi die ze verkopen. Nou heb ik gezegd, nou ja, had hij Thai wiet. Een Thai stick, zegt hij. Een Thai stick, is wat loer je nou? Ik heb al 20 jaar, ik zeg, kom uit Holland, ik heb al 20 jaar een Thai stick meer gerookt. Ja, van Otters toen. Zeer lekker. En wat gebeurt? Zo, die hitte die slaat om horen. Typisch. Even in de schaduw lopen. Oh, hier zijn de zaakjes. Tabakzaakjes waar ik vroeger dingen kocht. Van Nelle. Zie je fietsjes? Dan kun je bijna alle dingen kopen. Bij die mij. Ja, in plaats van goede dag zeg ik hoe gaat het. Nou, goed. Hier zijn wij voor. Dat zeg ik. Maar in ieder geval verkopen ze hele foute wietjes hier. En ja, ik zie iedereen om mij, al die toeristen allemaal hoesten. Nou komt dat natuurlijk ook door die airco's. Iedereen heeft lekker die airco op 10 staan. En ook met die ventilators gaan ze lekker in die ventilators zitten. Je neemt jezelf mee in de maling. Want zodra je van die ventilator vandaan stapt, krijg je klap van een hongerknuppel gelijk van die hitte weer. Dus je kan beter gewoon wegblijven. 2 bier, 200. Ja, ze krijgt 3 bier van je. 300. Ja, luister nou, als je gewoon naïef bent en je kan het niet met humor oplossen, ben je gewoon de lul, hè? Want ja, gasten weten op 1000% hoe ze met die buitenlanders, die toeristen om moeten gaan. Ja, het is allemaal ervaring, joh. Maar ja, in ieder geval, ik vond een wietje en zeg originele Thai-wiet. Nou, oké, laat maar kijken, ja toch? Dus ik kijk er al, je zegt, joh, dat is helemaal geen Thai-wiet. Hij zei, nee, die is Thai-wiet, originele Thai-wiet. Je spoort niet. En ze staat me aan te kijken zo, van, wat ga jij me vertellen, joh, kut buitenlander. En ik zeg, luister nou. En ik zeg, ik heb 20 jaar geleden in de bergen tussen die velden gestaan. En ze zegt, niemand kan mij vertellen dat dit dezelfde lucht is. Als die city me na laat ruiken. Ik zeg, ik ben toch niet achterlijk. Ik ben al ietsje armer als jij. Ik loop al ietsje langer mee. Ik zeg niet alleen dat, ik zeg Holland is nummer 1 met al die shit in de wereld. Ik zeg jullie is pas 2 jaar. Ik zeg maakt niet uit, ik zeg ik wil niet bij de hand doen en zeg van ik weet het beter, maar ik zeg wil je wel waarschuwen dat het niet echt is gewoon wat je rookt. Dat gewoon Amerikaanse veiligheid is. Ja, weet je wat, ik draai die camera even om. Ik ben al ledig zat. Hoe gaat het ook weer? Ah, nou ja. Ja, niet.
dingetjes. Allemaal dezelfde dingen. Waar is de krokodil? Zo, fucking even. Maar ik heb net een dingetje gekocht. Weer een blouseje en een broekje erbij. Anders moet ik alles gelijk weer gaan wassen en zo. En de shit die ik gekocht heb, die is allemaal heel klein. Tenminste, heel klein opvouwbaar. Het is heel dun allemaal. Want dit cartoon spul, zeg maar dit. Ja, zo'n broek, alleen dan... Even kijken, zo'n soort kleur. Ja, ik vind dat werelds, want die dingen die als je ze wast, die kan ze op de hand wassen. Dan zijn met een half uurtje weer droog, zo dun is dat spul. En oké, het is iets meer als slijtage onderheven, maar als je een beetje oplet. Schorpioentje! Hier zat ik vroeger met Sjan. Dat was de Cullivers-bar. Kijk. Dat is de tempel aan het einde van Khao San Road. Zeer relaxe tempel. Ik ga er nou niet doorheen. Hey, ik zie dat het politiebureau... Het tourist politiebureau... is dicht. Gaan verbouwen. Je kan niet tussendoor lopen. Heb ik daar zin in? Ja, waarom niet ook? Mijn oude route. Het is wel de meest rustige route. Ik heb trouwens ook... Waar ben je? Oh ja. Yes, ben ik lelijk, zeg. Hoe heet dat? Dragonfruit en lychee gemixt. Oh. Hier is ook al een tempeltje weggehaald. Dit is een school, zeg maar. Deze en die. Dat is een school voor die jongere monks. De monkies. Wat zegt die? Papai. Ik ken dat niet zo, is die vlogger. Zo gewoon anderhalf uur en een stuk aan elkaar lullen over niks. Ja. Ik vind het ook veel leuker om dingen gewoon te laten zien wat ik zie. En om dingetjes af en toe uit te leggen. Maar dat je gewoon kan zien wat ik zie. Gewoon, Zo. Oef. Damn. Woe. Oh, wat een lucht was dat zeg. Dit is tyfus. Gelijk wakker, gek. Nou, kijk. Dat zijn de huizen van die... van de monk, zeg maar. En zoals je hoort, het is in het midden van Bangkok. Maar lekker rustig. Dus dit is mijn favoriete achterommetje, zeg maar. Lekker rustig. Een soort shortcut. Anders moet je door dat drukte achter, hier achter zeg maar die straat daar, die daar achter loopt. Maar ja, het is druk vol met tuk-tuk-chauffeurs en bla 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 en toeristen. Dus dat loopt ook niet lekker door. Kijk hier. Oh, lekker cool. Nou, we zoeken Jerry. Wat is nou? Oké dan. Mooi te muis. Je ziet er echt de raarste dingen gebeuren ook gewoon. Maar je gewoon 500.000 boete voor krijgen in Nederland. Dan zie je gewoon schijt dan. Kut dan kikken, hè. Zo wonen die monniken gewoon. En die duifjes op de achtergrond. Het is druk op de parkeerplaats. Ook government peopletjes, denk ik.
Hier was altijd, aan het einde hier, onder die bomen, was altijd mijn favoriete restaurantje. Kijk eens, oh, er zijn zeker hoge plaatsen hier. Ik moet wel zeggen, sinds ik geen zware check meer rook, heb ik iets meer lucht. Oh, ze zitten er nog wel. Wat geweldig. Het is een beetje afgebroken. Deze vrouw maakt de coconutsoep. Ja, het zijn dezelfde. Nou, dan ga ik daar weer... Ja, nu niet, want ik heb al gegeten. Dit is Rambutri. Ja, dat dan. Dit bedoel ik nou, gewoon overal, hè. Hier. Het is niet echt goedkoop of zo. Hier doe ik altijd heel vaak ontbijten. Er komen heel veel expats en zo. Ik moet een charger hebben. Hier zat ook mijn eerste guesthouse, waar ik hier verbleef. En dan was hier dat houten ding. Want met Jan hadden we daar een kamertje boven. Daar hebben we daar gelachen, gek. Stiekem biet roken. Kijk, dit was mijn... de laundry oma. En geloof me, ze is zo goedkoop. 30 baht is een euro per kilo, zeg maar. En het is netjes opgevouwen, ruikt netjes. Terwijl het ziet eruit, de meeste mensen durven niet eens een steeg in. Maar geloof me nou, die vrouw weet wat kwaliteit is en weet wat schoon is. 80 jaar, de enige manier om een centje te verdienen. Wat wij doen? Ik vind dat zo geweldig, jongen. Die toektoeks, ik haal er zo van. Het geluid alleen nog van die motoren. Ik heb hier is een mooie nijfje. Nee, dat vind ik nou weer leuk, hè. Die kleine Boeddha dingetjes. Kan ik wel eens een paar gaan halen. Maar ik kan hier van bergketting halen nog. Die boeddhetjes verkoop ik toch niet zoveel van. Dus. Dat is ook wel lekker trouwens in Nederlands te babbelen door die telefoon. Al die eikels om je heen verstaan je toch niet. Ik heb al weer aardige blaren op mijn poot ook. Oh, de warmte hier, man. Deze straat is zo heftig. En ook vol met smog natuurlijk, is een drukke straat deze. Kijk. Ziet er toch hartstikke leuk uit allemaal, die winkeltjes. En er is zelden criminaliteit of wat dan ook, er wordt zelden gestolen. Haal het nou niet in je hoofd om wat te pikken ofzo. Want die vrouw die gooit de keel open en die hele straat die loopt leeg. En ik geloof me nou, je komt echt niet weg, hè. Hallo. Kijk, green curry. Jongen, dat is zo lekker. Red curry. Voor 50 baht, dat is 1,50. Nou, dan kun je helemaal klemvreten hier. De rivier loopt hier parallel hier achter mij. Rivier de Praia. Ja. Dus, dit is ook een hele goede zaak hier. Voor soep, noedelsoep. Er zit altijd heel veel taai hier. Kijk. Dit soort paden, kijk, dat zijn die duifjes, die Turkse tortels. Dat soort pareltjes kom je allemaal tegen als je even stopt en even om je heen kijkt. Ah.
Dit zijn de pieren. Daar kan je zeg maar kaartjes kopen voor de watertaxi. Over de rivier kan je dan heen. Nou, dit is mijn favoriete koffie. Originele koffie. Dat doen ze met een sok zetten. Dat is een moslimvrouw. Hier haal ik altijd mijn koffie. Ze lijkt me ook te herkennen. Oh ja, maar in die gang zit zeg maar naar die pier toe. Daar heb ik toen een vent leren kennen. Uit. Waar was hij vandaan? Een soort Kathmandu. Oh ja, dit is het zaakje wat ik gisteren gefilmd heb. Met die heerlijke. Fruitdrankjes en zo. Wat ik hier heb zeg maar, dit is dan fruit, want wij hebben groenten erdoor, groenten mixen. Detox. Mooi. Met die warmte ga ik benauwd. Maar ik heb wel lekker een warme douche genomen gisteren. Of vandaag gisteren. Vanochtend. Heb je nou dingetjes te maken? Kost geen rol. Het wordt goed gemaakt. Dit is het parkje. Portugees park. Daarachter loopt de rivier. Hier is het fort, het Portugese fort. Dit is ook een leuk Thais winkeltje. Zeker als een local shop is dit. Dus ja, had ik ook vaak mijn sigaretten dichterbij. Zijn ook het goedkoopste. Als je naar 7-Eleven loopt, dan is het gelijk weer duurder. En soms hebben ze eitjes, gewoon twee gekookte eitjes met wat... Met wat vissaus. En vissaus gebruiken ze in de plaats van zout. Ja, ik vind het veel beter. Oh jongen, al die zaakjes hier. Die stijl ook, die is allemaal oude Bangkok-stijl. Ik zal het zo van de overkant eventjes filmen. Kijk, de elektriciteit die loopt bovenlangs. Dit is allemaal de oude stijl wat ik leuk vind. Tappen. Ja. Fuck, de reuzel loopt mijn reet uit, man. Groen-gele taxi's. Haagse kleuren. Hier hebben die oude homo, dat is flaporen. Ja, laat ik even door het park heen gaan. Oh, mijn rug begint alweer aardig te verkrampen. Nou heb ik nog geen mosquito racket gevonden. Ja, tenminste wel gevonden, maar die was gelijk 250 baht. En aangezien ik een gier ben, gieren voor mijn eigen. En aan de andere kant weet ik, heb ik ze katoen gekocht voor 130 baht. Dus ja, dat is gelijk twee keer zo duur. Dus heb ik deze eventjes in mijn achterhoofd opgeslagen. En ik heb ook gelijk een tent. Kijk. En daarom kan nooit iemand het vinden, want mijn guesthouse zit aan het randje. Kijk, dus een zijrivier van de Praia. En dan zou je denken, dat is echt smerig. Maar kijk eens naar die bellen. Het zit helemaal vol, kijk, met meervallen. En geen kleintjes ook, echt grote meervallen van 1,5-2 meter. Dus. Oeh, kijk, pijn in mijn schedel ineens, zeg. Wow. Wat zie je dat fort? De kanonnen erin. En dit is mijn guesthouse hier. Daar slaap ik. Dat hoort, deze twee gebouwen horen bij elkaar. En hier heb ik toen ook de koning gefilmd. Toen met zijn... Hoe heet dat nou? Met zijn dingen voorbij kwam, met zijn entourage, met die boot allemaal. En gewoon die kinderen, de locals, die zwemmen hier ook in gewoon, hè.
Dit is hun zwembad, dit stuk. Hetgene wat ik nou een beetje jammer vind, is dat er zoveel troep in het water ligt hier. Kijk. Kent er meer, jongens. En er is ook geen niemand die er om geeft en die het even schoonmaakt. Ja, ik voel me goed genoeg om iemand te vragen daar bij die woningen. Voor een lange stok met een net eraan. En dan even het voorbeeld te gaan geven. Zullen we ook aankijken van die bio die buitenlander. Gaat hij onze kankerzweep ruimen? Maar ja, het kan ook zijn misschien dat er één eentje wakker wordt. En dat hij zo schaamt en dat hij denkt van hé, die buitenlander stond onze zee op te ruimen. Laat ik het volgende keer mezelf doen. Want we staan nou een beetje voor lul. Snap je? Hoor die vogel. Waar is die? Ik heb hem nou nog nooit gezien. Waar ben je? Oh, daar zit je. Waar ben je dan? Net of die roept so cool, of far out. Far out. Maar kijk. En dan durven om mensen te zeggen, maar ja, Bangkok is toch een derde wereldland? Ja, dat vind ik een reet. Nederland is een derde wereldland. Kijk, en deze mensen zijn net 50 jaar of 70 jaar uit de jungle vandaan. Nou, dan zijn ze nog eigenlijk heel snel geëvolueerd, zeg maar. En ook hier zitten mega vissen ook. Mega grote catfish en mega grote pijlstaartroggen. Van een meter doorsnee minimaal. En mensen gaan ook af en toe gewoon zwemmen hier, half Mongolen die taaien. En dan zitten ze hier te duiken en hebben ze ik weet niet of je dat zag, maar ik kon er iets boven springen daar. Maar dan hebben ze van die autobanden met een net eronder. En dan gaan ze gewoon naar de diepte. Kijk, ik kan er weer heen. Kijk, doet hij het nog? Ja, ik moet nog even een hengeltje gaan kopen. Dan ga ik ook lekker vissen. Ik zat vroeger altijd daar te vissen langs de dingen. Daar heb ik ook al twee kleine meervalletjes gevangen. Ik wou er eentje pakken zonder handschoenen. Maar dat heb ik geweten ook. Wat blijkt nou? En ja, dat had ik wel gehoord, maar dit is een kleintje. Dus ik dacht, nou ja. Dus ik pak een beet en hij doet ineens zo. Wiek! Toen moet die schub. Want die kieuw, zeg maar. Er zit een punt aan die kieuw. Ja, er zit een beetje gif van of zo. Het is niet echt gif, maar het gaat wel gelijk ontsteken. En het doet pijn, want je voelt het gelijk doet het pijn. Alsof het in vuur staat. Dus ik stond er even zo door en ik dacht, ja oké, ik voelde het wel, maar ik gaf het geen sjoegen. Omdat ik met die vis bezig was van die lijn afhalen, komen er gelijk twee Thaise vissen naar me toe rennen. Ja, probleem. Ik zei, ja, maar eerst even die vis. Nee, niet die vis, laat die vis maar gaan. Beter doe je eerst je duim. En ze pakte gewoon mijn hand. Dus ik had niks te zeggen eigenlijk. Zo, back home. Dat zijn de buren. Dan kan je koffie halen 's ochtends. En het is wel gezellig hier. Laat ons.